dood. En die is ook dood. Maar dat deed niet eens zelf. Dat heeft deze guy voor mij gefixt. Dankjewel, dit was teamwork. Yo, kijk op mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe Fortnite video. Vandaag ga ik het mezelf extreem lastig maken, omdat ik lekker naar een begindorpje ga waar de bus recht overheen vloog. Dus dat kan alleen maar voorspellen dat het heel erg leuk en heel erg gezellig en heel erg druk gaat worden. Maar dat is alleen maar leuk, toch? Ik wil namelijk beginnen met zoveel mogelijk kills. Laten we dat gewoon eens doen. Ja, gewoon echt kills hunten. Overdreven erg kills hunten. Dat is misschien ook wel een keertje leuk om te doen. Dus laten we dat vandaag eens proberen. We landen ook dan eens een keertje weer op een ander plekje. Namelijk in de Fatal Fields en dan op de paardenstal. Dan hebben we gelijk een kist. Volgens mij heeft iemand anders nou precies hetzelfde plan. Die zit hier ergens bij me. Kijk, daar hebben we hem. Haha. Ja, hij gaat het niet overleven, jongen. Hij gaat het niet overleven. Pak de kist maar. Get fucked. Oh mijn god, dat meen je niet. Oh mijn god, dat scheelde nog weinig ook. Holy shit. Maar hij is dood. Dat is mooi. Hij had echt een shit chest ook gewoon. Net zoals ik. Ik had ook al zo'n kutkist. Maar ja, doe je niks tegen. Je kan alleen maar accepteren van, nou, het was een kutkist. En we kijken wel weer. We doen even een dab. Hoppakee. Wat hebben we nog meer? Ligt hier nog wat wat mij interesseert? Liggen wat granaten? Oké, dat is altijd leuk. Dankjewel. Verder nog iets? Ja, wat een pistool. Dankjewel. Die wilde ik niet wegdoen. Hallo. Mag ik mijn assault rifle terug? Dankjewel. En verder hebben we alles. Ja, dan reload ik hem even. En hallo. Wacht, hier hebben we een kist. Misschien. Oh, iemand achter me. Ga je nou achter de boom staan, joh? Ga je nou achter de boom staan? Weet je wat ik doe? Ik pak mijn pistol. Ga je pistolen, mate? Get pistoled, mate. En jij? Get bursted, mate. There you go. Oké. We doen dit gewoon. Dab. There you go. We pakken alle ammo en alle troep. Let's do this. Alright. Woe. Hij heeft iets gouds. Leuk. Hij heeft de shield potion. Leuk. Hij heeft allemaal coole dingen. Die wil ik ook hebben. En die ook. Ja. Zo. Even snel innemen. Niet doodgaan. Alsjeblieft. Dankjewel. Sniper die kant op. Dan. Ja, wat dan? Die. En dan die. Zo. En dan zijn we al een heel stuk cooler nu. Met een stuk betere loot. Oké, mooi. Ik zag daar een kist staan in het stukje bos. We hebben al 3 kills. Dus so far verloopt onze missie best wel redelijk. Met kills maken zoveel mogelijk, weet je. Een blauwe assault rifle, dat is fantastisch. Maar dat is echt fantastisch. Hier stond de kist, toch? Of had ik nou echt niet zo goed gekeken dan? Oh, daar loopt iemand achter me aan. Ja, ik heb je al gezien. En nu ga ik je finishen. Woehoe! There you go. En... Delp! There you go. We nemen je shit mee. Oh, die. There you go. Ja, helemaal goed. Oké, en hier lag dus... Ja, hier lag de kist. Alleen die is dus al geloot. Dat is het geintje. Oké, minder leuk geintje, want ja, ik had graag de kist willen hebben, maar dat is nu niet gelukt, want iemand anders heeft hem al. Oké, goed. Hey, daar loopt nog iemand daar zo. Jeetje, het is wel lekker druk zeg. Dat is precies wat ik wilde. Heeft hij mij gezien? Volgens mij niet. Sniper, is deze gereload? Kut, hij is niet gereload. Come on. Ja, heel goed. Pof. Oh, net mis. Ah! Hij is niet dood. Wel bijna. Sniper even reloaden. Hij is met nog iemand in combat. Oh nee, hij is met mij in combat. Dat is duidelijk voor mij bedoeld. Toch? Waar is die nu dan? Huh? Hij ziet mij wel en ik hem niet. Wat dan nou? Oh, hij staat achter de steen of zo. Waar sta jij? I don't get it. Waar zit jij? Daar ergens of zo. Oh ja. Oké, ik zag je. Ik zag je. Je zit daar beneden nu. We all know that. Oh, daar. Zie je? Daar loopt ze nu. Zullen we proberen te quickscopen? Fuck dat. We proberen het gewoon. En als het lukt is het leuk. En als het niet lukt is het kut. Zit hier in het hoekje, hè? Nee, niet eens. Waar ben je dan, joh? Oh, daar zo. Pof! Nou, dat is niet echt een quickscope, ik weet het, maar alsnog wel gesniper. Dat telt ook dan, toch?
Of telt het dan niet? Ik vind dat die telt. We nemen al je shit mee. Oh, jij hebt ook zo'n apparaat. Oh, dat is waar ook. Daarmee was ze aan het rondschieten. Geen idee naar wie. Maar ja, tap. Weet je wel. En we gaan nu door. We hebben hier nog een klein huisje. Zal ik eens even kijken wat erin ligt? Of zal ik eerst dit steen hakken? We gaan natuurlijk eerst dit steen hakken. Hoppa-see. Ja, vind ik ook. Huisje. Wat heb je? Oh, dat is absolutely fucking perfect, mate. We gaan hem lekker innemen. Ja, dat gaan we zeker weten even wel doen, toch? Ja, dat doen we gewoon. Dan nemen we die mee. Dan reloaden we deze automatisch blijkbaar. Cirkel komt eraan, dus we gaan wel een beetje doorlopen. Maar aan de andere kant, de cirkel is nog wel even onderweg. Dus we kunnen ook wel weer rustig aandoen. Pak hier nog even wat steen weg, dank u wel. Hier nog even wat hout. Zo. Ook bedankt. Ja. Hier nog wat steen. Of. Hoppakee. Zo, helemaal goed. Helemaal goed zo. Gaat de goede kant op, jongens. 5 kills. En nogmaals, mijn doel is dus om zoveel mogelijk kills te maken vandaag. En natuurlijk uiteindelijk dan daarmee met behulp van die kills de potjes te winnen. Maar ja, dat is nog even de vraag of dat gaat lukken. Het is altijd de vraag of dat gaat lukken. Ik bedoel, je moet altijd gewoon je best doen om te winnen natuurlijk. En je moet altijd goed om je heen blijven kijken. Ook wanneer je denkt dat je veilig bent. Er ligt iets blauws. Wat is het? Wat is het? Ik wil het weten. Ik wil zo graag weten wat het is. Dat ik er nu achter ga komen wat het is. Of. Oh, het is echt iets wat me totaal niet boeit. Namelijk een blauwe submachine gun. Yes. Ik wil eigenlijk ook van die snowball launcher af. Ik vind hem heel leuk en zo hoor, maar... Ja, ik speel nooit graag met grenade launchers. RPG's zeker weten wel, die zijn van harte welkom. Maar grenade launchers, daar ben ik niet zo van, oké? Maar RPG's wel. Dat vind ik dan wel weer echt briljant om daarmee te spelen. Want, ik weet niet, dat heeft gewoon direct impact. Daar moet je niet eerst mee wachten voordat ze exploderen. Nu schiet je zeg maar echt granaten. En die gaan dan op een gegeven moment gaan ze af. En bij een RPG, daar schiet je en dan, pff, dan explodeert het gelijk, weet je wel. Dus dat is heel anders. En het doet voor mijn gevoel ook veel meer damage. Hey, weer een submachine gun, maar dit... Kom maar. Oh, bitch! There you go. Ik bouwde echt een hele rare trap trouwens. Dat was echt totaal niet de bedoeling zoals ik dat deed. Maar ja, uiteindelijk deed ik het en lukte het alsnog, dus dat is niet erg. Kijk, die heb ik veel liever in plaats van de grenade launcher. Zo, nu heb ik gewoon tenminste een blauwe shotgun, weet je. Veel chiller. Oké, nou, we hebben 6 kills, dus het gaat nu wel echt de goede kant op met veel kills maken. Ons doel, begint hier wel echt goed te gaan, wat dat betreft. We zitten ook nog eens in de cirkel, hoeven helemaal geen takken eind te lopen. Er zit iemand achter me aan, ergens. Ah ja, daar, oké, gezien. Ja, ik heb jullie gezien. En hij heeft een RPG, die wil ik super graag hebben. Dus we gaan hem killen. Neem een sniper weer mee. Even reloaden. Hij zit daar ergens boven op de berg, denk ik, bij die steen of zo. Toch? Of niet? Oh, die steen. Ah, daar. Ja. Hij gaat op de boom. Oké, bosje. En, oef. Hij gaat er overheen lopen. Wat doet hij nou? Oh, dat was een lekker hit. Oh, hij zit in de berm. Oh, hij is een combat. Die is dood. En die is ook dood. Maar dat deed ik niet eens zelf. Dat heeft deze guy voor mij gefixt. Dankjewel, dit was teamwork. Ook al was je dood, alsnog. Tap. Dankjewel voor het... voor deze hele goede samenwerking. Je deed het supergoed, man. Je was echt... Laten we dat anders eens even niet doen. Hé? Hey? Anders doen we dat even niet. Blijf ik lekker rondbewegen, rondhuppelen en zo. Reload ik ondertussen even mijn sniper. En dan wil ik maar al te graag weten waar dat vandaan kwam. Ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik zijn shit wil hebben. Want hij had hele goede shit. Hoppakee, dank u wel. En die RPG wil ik eigenlijk ook wel hebben. En die shotgun wil ik eigenlijk ook wel hebben. Jeetje, wat had jij goede shit. En die medkit eigenlijk ook wel. Maar waar kwam die sniperkogel vandaan? Oh. Hè? Ik zeg, hekkie.
Waar kwam dat vandaan? Nee, maar for real, waar kwam dat vandaan? Het is trouwens, ik denk dat, trouwens niet dat ik, ja, ik weet het niet. Is RPG handig? Ik denk dat hij wel handig is. Kijk, ook al heb ik nu weinig kogels ervoor, misschien kom ik die nog wel tegen, weet je. Want de vraag is even, kon ik beter misschien mijn shield potion meenemen? Maar ja, daar antwoord ik dan denk ik toch nee op. Omdat ik een RPG wel heel goed kan gebruiken. Shield potion misschien ook, maar niet nu. Want ik heb nu 200 levenspunten, weet je. Dus vandaar. En we hebben ook super veel resources. Things are going great, actually. Oftewel, dingen gaan best wel goed. Het gaat momenteel gewoon best wel lekker. Ja, ja, ja. Oké, we zijn nu zo'n beetje in de cirkel. Ja, we zijn in de cirkel. Dat is mooi. Wat hebben we hier nog? We hebben hier shotgun ammo. Kijk, dat kunnen we gebruiken. En ik hoor een kist. Nou ja, wie weet hebben we daar wel de geluk mee. Of het geluk mee. Dat er een scar in zit. You never know. Dus ik ga het zeker even bekijken. Hallo kist. Hallo, weer een shield potion. Ja, nou ja, ik wil niet dat iemand anders die heeft. Dus ik scherm het een beetje af. Hé, daar wordt gebouwd. Of daar gebeurt iets in ieder geval. Hallo. Hij gaat omhoog bouwen. Zit stil, sta stil. Oh, kut. Mis. Daar gaat hij hoor. Oh, daarboven. Pof. Hoi. Hé joh. Waar komt dat vandaan? Oh, daarboven of zo. Waar heeft dat torentje of iets? Wat ik nu ga doen. Ah, nu word ik getrold door mijn eigen muurtje. Fuck. Kijk, zo. Shield potion. Oh, je kan hem sowieso raken. Ik weet het zeker. Ik weet het gewoon zeker dat hij me hier kan raken. Dus ik ga lekker... Ik word echt getrold, jongen, hier zo. Even innemen. Zo. Tot die dan idee. Boing. Oh, man. Oh, fuck my life. Echt. Fuck my life even momenteel. Ik wil gewoon mijn sniper terug, oké? Okay? That's all I want. All I want for Christmas is my sniper. Hier, zie je, ik wist het. Hij kan me nog steeds zien. En daarom wilde ik dus ook niet op dat plekje mijn shield potion innemen. Dus ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want ik ben nog steeds in het vizier van die gast. Hij zit daar boven ergens te campen of zo. Ik denk dat hij daar zit. Waar is die guy, joh? Ja, hè? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Nee, ik snap het niet. Hij heeft me sowieso nog steeds in het vizier. I don't like this. Ik hou hier echt totaal niet van dat ik weet dat iemand me in het vizier heeft. Ah! 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 Oh, daar wordt ook gevochten. Oké. Oké. Oh, Jezus! Christus! Overal vandaan word ik geschoten gewoon. Stop er eens mee. Echt, man. Waar komt dat nou weer vandaan? Overal vandaan mag ik kogels vangen. Echt, ik word er ziek van. Jongen, jongen, jongen. Oh, daar zit je. Dat is nog het allerergste. Ik weet nu ook gewoon waar je zit. En ik ga je nu ook gewoon echt terugpakken, bitch. Hier, flikker maar naar beneden. Kom maar. Kom maar. Ja, daar zit je. Dat weten we allemaal. Ik weet dat je daar zit. Achter die zieke, zielige trap. Nog iemand die op me schiet. Oh, mijn god. Nou, actie hebben we zeker hoor, jongens. Het is echt niet normaal. Zo. Hier weer met elkaar gevochten of zo. 10 alive. Ik ga nog hoger. Niet te veel van mijn resource gebruiken. Zonde, want ik zit buiten de cirkel. Weer iemand op maat schieten volgens mij. Jezus, hé. Hoppakee. Oh, hij zit daar binnen. Oké. Okay. Ja, daar kunnen we wat mee. Hoppa. Oké, daar hebben we hem nog. Jezus, ze schieten precies tussendoor. Oh, dit was zoveel pech. Kijk dan, kijk dan. Dat muurtje, die had ik nodig. Dit ene waar die nu tussendoor loopt. Daar moest ik een muurtje bouwen. En het lukte gewoon net niet. Ik bouwde gewoon net niet het muurtje op die plek. Anders had het mijn leven gered. En nu leeft hij nog. Wat een faggot. Ik kan niet anders zeggen dan wat een faggot. Maar goed, ik heb wel 8 kills gemaakt. Dus veel kills maken wat wat van oorsprong... Ik kom gewoon niet aan mijn woorden. Wat wil ik nou zeggen? Laat me even nadenken.
wat oorspronkelijk het plan was, namelijk zoveel mogelijk kills maken, dat is zeker weten gelukt. Want ik heb 8 kills gemaakt, dus het was leuk. Ik ben uiteindelijk 8e geworden, dus het was zeker geen slecht potje. Maar ik stond gewoon constant onder druk. Dat is wel ook even iets. Die stinkert. Is hij nu dood? Nou, hij is nog steeds niet dood, hè? Hij zit nog steeds in de fucking bunker. Die gast, jongen. Wat een vieze camper. Die zit alleen maar naar boven. Nou, wel leuk. Ja, ik weet het. In ieder geval, mensen kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. Dit potje Fortnite. Hopelijk hebben jullie er wat van geleerd. En heb je genoten van de video. Zo ja, doe natuurlijk even dat belangrijke omhoog. Abonneer zeker even mijn kanaal als je het gedaan hebt. En dan check jullie me altijd graag weer bij een nieuwe video. Morgen om 4:30 natuurlijk. Laters.